Stoten mijn kop op de Spelen van Atlanta. Toen werd ik vierde. Toen was ik 18 jaar. En, uh, 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 maar geen medaille. Dus, dus uh, heel hard getraind. En toen ben ik gaan kijken, gaan analyseren hoe dan, hoe dan succesvolle atleten dat hadden, uh, hadden georganiseerd. Uh, heel nieuwsgierig van goh, hoe, 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 hoe het succes, hoe wordt Olympisch goud georganiseerd. En hoe kan ik die lessen zelf toepassen? Nou, een van de. Uh, zaken waar ik mee te dealen had, waren de Amerikanen. Maar dat is de kracht van het grote getal. We hadden goede universiteiten gekoppeld aan goede sportfaciliteiten. Maar die Australiërs, die hadden toen het Australian Institute of Sports. één plek, Canberra. Beste bewegingswetenschappers, beste coaches, beste sporters van verschillende disciplines. Die kwamen er bij elkaar. Wat eigenlijk nu een Papendal gebeurt. Maar dat was toen in de jaren negentig. Dus in, uh, hadden die Australiërs dat al bedacht. En daardoor waren zij op een slimme manier, want zij waren maar 400 miljoen meer inwoners dan in Nederland, al de top 5 of de top van in, in, in het medailleklassement, hadden ze heel veel sportsucces. En dacht van, dit moet ik gaan organiseren. Dus ik moet een team rondom Jacques Verharen en Pietje Puk gaan, uh, gaan uh, organiseren. Ja. En ik ga ze de feedback geven die, die, met die experts, zodat ze ook een persoonlijke gouden plak nog steeds kunnen winnen. Maar het motto wordt, laat Pieter zo hard mogelijk zwemmen. En dat hebben we jarenlang gedaan en daar hebben we ja, de nodige succes in geboekt samen.